Vandaag maak ik een ontzettende lekkere couscoussalade met daarbij een vegetarische burger. En in plaats van couscous van tarwe gebruik ik bloemkoolrijst. Er gaan allemaal smaakmakers doorheen. Amandelen, witte kaas, peterselie, geroosterde bietjes. Het wordt gewoon een onwijs kleurrijk maaltje. Vega burger met rode biet. Dat is wat ik vandaag ga maken. En daar heb je voor nodig. Gekookte bietjes, witte kaas, amandelen, rode uien, kastanje champignons, Garden Gourmet Sensational Burgers, balsamico dressing, bloemkoolrijst en een bosje platte peterselie. Gekookte bietjes, die kennen we allemaal wel. En die ga ik vandaag roosteren in de oven. Dan krijgen ze een extra lekkere, diepe smaak. En ze worden een beetje droger, want ik vind ze altijd een beetje nattig als ze zo al voorgekookt zijn. Ik pak even een plastic plank erbij. En een bakplaat met bakpapier erop. Bescherming is aan. De bakplaat staat klaar. De rode bietjes, die snij ik in parten. En doe dat alsjeblieft niet op je houten snijplank. Want die krijg je echt nooit meer schoon. Nou, hoewel, mocht het een keer gebeuren, je zou kunnen proberen met zout en met citroen hem schoon te boenen. Maar een plastic plank kun je natuurlijk gewoon zo in de vaatwasser gooien of afwassen. Dus dat is helemaal prettig. Sommige mensen houden ervan, sommige mensen ook weer helemaal niet. En dat is ook heel logisch, want het heeft natuurlijk een hele gronderige smaak. Ik vind dat zelf heel goed bij de winter passen, maar ik begrijp best waarom dat voor sommige mensen een ingewikkelde groente is om te eten. Maar geloof me, als je ze gaat roosteren in de oven, dat doet de smaak echt heel erg goed. En we gaan ze natuurlijk ook nog op smaak brengen, dus probeer het echt een keertje. Deze verdeel ik over de bakplaat. Ik heb de oven op 200 graden gezet. En dan moet je ze ongeveer een kwartier roosteren. Dan krijg je heerlijke geroosterde bieten met kruidige smaakmakers. Dan geef ze ook echt een beetje de ruimte als je ze neerlegt, zodat ze mooi droog kunnen roosteren. Deze kunnen uit. Dan qua smaakmakers. Ik gebruik vandaag van die witte kaas uit een potje. En die zit vaak in olie waar heel veel kruiden in zitten. Die kun je dus heel goed gebruiken om je gerechten mee op smaak te brengen. Het is heel zonde om die weg te gooien. Dus nu gebruik ik ze sowieso ook bij de bietjes. Dus in plaats van gewoon olijfolie te gebruiken, gebruik ik dus die olie uit dat potje. Het is koolzaadolie en dat is een hele neutrale olie, maar die is op smaak gebracht met allerlei specerijen en kruiden. Wat voor kruiden zitten er nou allemaal in? Het zijn er echt een heleboel. Er zit bieslook in, majoraan, dragon, oregano, paprikapoer, knoflook. Dat komt dus ook allemaal over die bieten heen. Deze hebben we zo meteen ook weer nodig. En wat ik zelf altijd wel lekker vind, is om een beetje grof zeezout over de bieten heen te doen. Een klein beetje peper is natuurlijk ook wel lekker. En je kunt ook gewoon zout gebruiken als je geen zeezout hebt. Dat werkt natuurlijk ook prima. Maar dat zeezout geeft altijd een klein beetje extra crunch. Ook wel lekker. Dan wat zwarte peper. En dan kunnen de bieten in de oven. Een kwartiertje hebben ze ongeveer nodig. Goed, die zitten erin. Verder met de rest van de salade. Ik heb hier een koekenpan waar ik amandelen in ga roosteren. Die amandelen die rooster je natuurlijk in een droge koekenpan zonder olie. Amandelen met een vliesje. Soms zijn ze wit, dan is het vliesje ervan afgehaald. Ongeveer 50 gram heb je nodig. Dan mogen deze roosteren. Schep ze af en toe eventjes om. En als ze dan mooi geroosterd zijn, laat je ze afkoelen. Verder heb ik hier 3 rode uien. En die rode uien ga ik in halve ringen snijden. En vervolgens karamelliseren met dat balsamico karamel. Dus we gaan ze eventjes kort bakken. En dan lekker op smaak brengen met balsamico karamel. Veel rood vandaag. Rode uien, rode bieten, roze shirt. Wat een feest. Deze snij ik in halve ringen. Hier nog meer groenten, namelijk kastanje champignons. En zoals je misschien inmiddels al wel vaker van mij gehoord hebt, champignons bak ik altijd graag op heel hoog vuur. Mocht het nou nodig zijn om ze even schoon te boenen, dan kun je dat met zo'n borsteltje doen. Hoe is het met de amandelen? Oh, ik ruik ze helemaal. Het ruikt helemaal lekker naar zo'n notenwinkel. Vuur uit,
amandelen op een bord, zodat ze goed kunnen afkoelen. Deze die heb ik zo meteen nog nodig voor de uien. Dan gaat daar wat olie in. En in die olie ga ik de uien op middelhoge temperatuur langzaam bakken. Dat ze mooi zoet worden en ook niet te hard gaan. Dan kunnen alle uien in de pan. Nou, het lijkt nu heel veel, maar het gaat echt slinken zo meteen. Dan krijg je een beetje zo'n zoetige ui. Die ook nog extra zoet gemaakt wordt door balsamico karamel. Die gaat dan ook helemaal een beetje eromheen karamelliseren. Rustig vuur, lekker laten gaan, lekker de tijd voor nemen. De champignons, die was ik aan het schoonmaken. Nou echt, ze zijn gewoon hartstikke schoon, hoeft niks te gebeuren. Hier een klein beetje. Die ook weg. Deze snij ik in kwarten. De kastanje champignons, die kun je eigenlijk mooier droog bakken dan gewone champignons. Omdat ze ook gewoon wat minder vocht bevatten. Ze hebben ook een beetje een nootachtige smaak. Vind ik altijd wel extra lekker in de herfst. Je denkt vaak aan salade, oh dat is echt voor de zomer. Maar in dit geval helemaal niet. Er zitten allemaal winterse smaak in. Deze bak ik in de olie. Mag je ruim olie doen. Kunnen in de pan. Eén keer even roeren door de uien. Dit is natuurlijk een echt najaarsgerecht. Die gronderige champignons, die gronderige bieten. Een lekkere burger erbij. Wat nou ook echt onwijs bij het najaar past, is natuurlijk pompoen. En in Amerika gebruiken ze pompoen ook heel vaak in toetjes. De pumpkin pie, heerlijk kruidig taartje is dat. Maar dat voegen ze ook toe aan de koffie. Misschien heb je hem wel eens een keer eerder gehaald. En je kunt hem ook thuis maken. En ik laat je zien hoe. Ik ga een drankje maken wat geïnspireerd is op de pumpkin spice latte hype die al een tijdje in Amerika rondwaart. Dat is een drankje, een warm drankje met espresso, met specerijen en met pompoen. En als het koud is, dan is dat heel erg lekker. Wat heb je daarvoor nodig? Pompoen, espresso, vanille-extract, Chinese 5 spices, slagroom, melk en suiker. Begin met het koken van de pompoenblokjes. Dit is al voorgesneden pompoen, maar je kunt natuurlijk ook deze pompoen gebruiken. Wel natuurlijk even schillen, goed de zaden en de draden eruit. In blokjes snijden en dan kook je die 10 tot 15 minuten. Als je wil weten of die gaar is, kun je er met een vork in prikken. Ik ga hem namelijk straks glad stampen. Dus hij moet wel echt goed gaar zijn. Hij is gaar. En nu snel stampen, want nu is hij nog warm en dan krijg je hem het mooiste glad. Deze is mooi glad gestampt. Dan de melk. Steelpannetje op het fornuis. Gaat de melk erin? Als de melk zo meteen warm is, ga ik Chinese 5 spices toevoegen. Dat is een kruidenmengsel van 5 specerijen. Daar zit kaneel in, daar zit steranijs in, kruidnagel, zwarte peper en venkelzaad. En dat geeft het een heel lekker kruidig, een beetje zoete smaak. Een theelepel voeg ik toe. Een eetlepel suiker. Dan een theelepel vanille-extract. Even goed mengen. Oh, dit ruikt zo lekker. Echt zo'n herfstgeur. Mm. Dan de pompoenpuree. Omdat we ook wakker willen blijven. Een beetje koffie. Een espresso kan erin. Dan zijn we er eigenlijk al. Oh, om nom nom. Het zijn niet alle twee voor mij, maar eentje ga ik er zeker op drinken. Beetje decoratie. Dit is lekker. Ik ga dat dus dit najaar elk weekend maken, denk ik. Super lekker was het. Kijk, de champignons gaan nu zweten. Er komt nu vocht uit. Dat betekent dat ze bijna klaar zijn. Dan maak ik even een beetje plek, want hier kunnen nog makkelijk 4 burgers bij. Vega burgers heb ik vandaag. Garden Gourmet Sensational burgers. Die hebben namelijk dezelfde structuur als gehakt van vlees. Ze blijven dus mals, ze blijven dus sappig. En ze krijgen zo'n lekker krokant korstje, wat toch wel heel lekker is bij vlees. En ook bij vegetarisch vlees. Ze zijn niet droog.
Want dat hebben vegaburgers natuurlijk soms nog wel eens. Deze blijven echt sappig. Ik ben er fan van. Ze zijn gemaakt op basis van soja. En dat is natuurlijk wel al gaar. Maar je wil natuurlijk wel dat ze een mooi korstje krijgen. Dus in de olie bij de paddenstoelen. Vuur ietsjes lager. Nou, dat gaat goed. Kijk, nou zie ik dat ze hier al langzaam beginnen te kleuren. Wat heel leuk is bij rode ui, is dat je er door wat zuur aan toe te voegen, en in dit geval gebruik ik wat citroen, de rode ui helemaal roze kunt kleuren. Gewoon dezelfde kleur als mijn shirtje. Ik moet het toch eventjes doen. Pak even een beetje citroensap erbij. Let maar eens op de tovertruc van vandaag. Kijk, hou ik mijn hand er eventjes onder voor de pitjes. Maar door dat zuur toe te voegen, ik hoop dat je het kunt zien thuis, want ik zie de kleur nu al veranderen, worden ze dus heel mooi fel van kleur. Dat ziet er natuurlijk altijd weer heel tof uit. En het is ook qua smaak lekker. Nou, nog eventjes doorgaren. Dan keer ik de burgers een keertje om als het dan moet. Ja, die beginnen een mooi bruin korstje te krijgen. Dan heb ik hier natuurlijk nog wat dingen te snijden voor de salade. Ik heb hier de amandelen. Die zijn inmiddels afgekoeld. Ik wacht zelf altijd even goed totdat ze afgekoeld zijn. Want in die noten zit natuurlijk olie. Dat komt vaak aan het oppervlak als je ze verhit. Dus als je ze roostert in een pan. En daar zit dus al die smaak aan van die noten. Dus als je meteen gaat hakken als ze heet uit de pan komen, dan verdwijnt eigenlijk die olie in je snijplank. De amandelen schep ik even in een bakje. Yes, staat dat klaar? Ga ik even kijken hoe het bij de bieten gaat. Ja hoor, die zijn mooi geroosterd. Die zijn ook een beetje droog geworden. Ik haal ze eruit. Ik vind dit er ook een stuk lekkerder uitzien dan gekookte bietjes. Maar dat is mijn voorkeur. Ik ben gewoon niet zo van de gekookte bietjes met een uitje. Maar dit vind ik echt heel lekker. Naast de amandelen heb ik hier ook nog wat platte peterselie. Ook deze snij ik grof voor door de salade. Je ziet mij bij wat eten we bijna altijd bladpeterselie gebruiken. Nou heb je natuurlijk ook krulpeterselie. Maar officieel is die alleen maar om te garneren. Er zit ook een beetje een smaakverschil tussen de twee soorten peterselie. Ik vind deze wat frisser van smaak zelf. En mocht je hem een keer toe willen voegen aan een warm gerecht, bladpeterselie houdt het ook wat beter. Dus die kun je ook prima toevoegen aan gerechten die je verwarmt. Even kijken hoe het bij de uien gaat. Ja, oh, die zien er lekker uit. Bijna goed. De burgers gaan ook nog goed. Ja, die laat ik nog even liggen. Dan heb ik nog iets om toe te voegen aan de salade zometeen. Namelijk de witte kaasblokjes. Die olie ga ik zometeen nog gebruiken om de salade mee op smaak te brengen. Dus ze gaan gewoon in een zeef. Deze zet ik bij het glas. Voor de mensen die denken, wat is nou het verschil tussen witte kaas en feta? Ik heb het opgezocht. Namelijk, witte kaas is hetzelfde als feta. Alleen feta mag alleen zo heten als het in Griekenland geproduceerd is. En de kaas moet voor 70% minimaal uit schapenmelk bestaan. En 30% minimaal van geitenmelk. En de rest wordt witte kaas genoemd. Of mediterrane kaas, vind ik zelf wat lekkerder klinken. Maar goed, het is eigenlijk ongeveer hetzelfde product. De smaak is hetzelfde. Die gaat zometeen ook door de salade. En dan de bloemkoolrijst, een van mijn favorieten. Ik ben dol op bloemkool.
En helemaal in deze vorm, in rijst. Ik eet zelf veel koolhydraatarm, dus dat werkt altijd heel erg goed. Ik doe er pasta mee maken, inderdaad couscoussalades. Eigenlijk ter vervanging van rijst. Bloemkool is natuurlijk super lekker. Je kunt het roosteren, je kunt het gewoon koken. Je kunt het dus op deze manier praktisch rauw eten. En in de zomer eet ik hem ook rauw, dan voeg ik er tomaatjes, komkommer, verse kruiden aan toe. Maar als het winter is, vind ik het toch wel lekker dat de kook er even overheen gegaan is. Dan is de ergste rauwheid weg. En dat doe ik gewoon met water uit de waterkoker. Ga hem niet in een pannetje met water zitten koken zoals rijst, want dan wordt hij echt een beetje snotterig. Het gaat er meer om dat hij niet meer zo heel erg rauw is en een klein beetje warmte heeft. Zo is het eigenlijk al goed. Laat ik hem even goed uitlekken. Kijk ik nog even bij de burgers. Ja hoor. Heerlijk. Zo wil je ze hebben. Nog heel eventjes. De uitjes. Daar gaat wat balsamico dressing bij. Ongeveer een eetlepel. Die zijn mooi bruin geworden. Ik kan het vuur uit. Door de hitte van de pan verwarm je die karamel. En je ziet het, hij gaat meteen keihard bruisen. Dan ga ik nu de salade bouwen. Even alles aan de kant. De bloemkool gaat even in een grote kom. Ga ik jullie vast vertellen wat ik morgen ga maken. Wordt iets heel anders. Wordt namelijk Aziatische aardappeltjes met zalm. Een lekker stukje zalmmoot met huid ga ik bakken in de pan. Waardoor die lekker krokant wordt. Er komt een salade bij van spitskool en van wortel. Ik ga een dressing maken met typische Aziatische smaken. Sojasaus, limoen en sesamzaadjes. En het wordt gewoon een heel lekker kleurrijk bordje. Dus ik zou zeggen, kijk morgen weer. Nu dit kleurrijke bordje. Bloemkoolrijst. Ga 2/3 van de kaas doorheen en schep die specerijen mee, want die zijn natuurlijk hartstikke smaakvol. Klein beetje van die olie. De fijn gesneden amandelen. De peterselie hou ik ook een klein beetje van over om aan het einde mooi over het gerecht te doen. De uien, die zijn zoet, klein beetje krokant, heel lekker. De geroosterde bieten. De paddenstoelen moet ik er ook even tussen uitscheppen. En dan nog een klein beetje balsamico dressing. Mag je ook ongeveer een eetlepel van gebruiken. Dan heb je dus de kruidenolie samen met de balsamico dressing. En samen is dat gewoon een heerlijke frisse dressing. Schep ik hem om. Kijk, daar komen alle najaarssmaken. Een hele aardse salade is het. Nou, als de smaken mooi gemengd zijn en die dressing tussen alle korreltjes is gaan zitten, ga ik er een bord bij pakken. Een groot bord, want van mij mag je lekker veel opscheppen van zo'n heerlijke salade. Er zitten alleen maar dingen in die goed voor je zijn. Ik word er zo blij van. Een burger erbij. Net zoals ik dat bij een echt stukje vlees ook doe. Klein beetje zout er nog overheen. Altijd lekker. Ik had hier natuurlijk nog wat feta. Dat verkruimel ik met mijn handen. Deze neem ik mee. Het bordje. Kijk dan. Koolhydraatarm. Maar super lekker. Couscoussalade gemaakt van bloemkoolrijst met gebakken champignons. Ik hou ervan. Lekker geroosterde bietjes. Veel feta, wat peterselie, een heerlijke dressing en een vegaburger. Ik zou zeggen, maak hem een keer en eet smakelijk.